zitten in de auto. We zijn allemaal klaar. Hier is DJ en daar is Destiny. Hey. Het is een beetje donker hier. We gaan nu naar school. En DJ, wat ga je vanmiddag doen? Nee, kickbox. DJ, vanmiddag... Ja, ik ben... Wat wil je? Ze moeten mij ook zien. Ja, ze zien jou wel. Zie je dat? Daar is Des. Ja, DJ heeft dus vanmiddag een proefles bij kickboksen. En Destiny, wat voor proefles heb jij morgen? Morgen heb ik turnen. Ja, en Destiny gaat morgen naar turnen. Nee, dat doet nog wel een beetje pijn. Doet je arm nog een beetje pijn? Oké. Okay. Ik mocht hem toch gaan doen. Oh ja. Nou, doe maar. Mag ik dan, als we naar huis gaan? Deze kant? Ja, naar die kant. Doe als we naar huis gaan? Ja. Verder, je moet er wel iets langer. Ja. Zo is het goed. Ik zit alweer... Auto. Ik zit alweer in de auto. Het is alweer tijd om de kinderen op te halen. Ik heb de hele ochtend niks gedaan. Alleen maar op de bank gelegen en op de wc gezeten. Mijn maag is helemaal van slag. Vraag me niet waarom. Geen idee. Het begon van... Ja, gisteravond had ik al een beetje van boer. Maar nog niet zoals vanochtend. Ik heb ook een paar keer op de wc gezeten en voor de rest alleen maar op de bank gelegen. En net een uurtje geleden ongeveer heb ik een zakje, hoe heet dat? Dus in ieder geval paracetamol met vitamine C. Moet je in warm water oplossen en dan opdrinken. En daarna heb ik even een douche genomen. Mijn haar is ook nog nat. Ik weet niet of het goed zit. Ik heb hier even gauw een vlecht gemaakt, heel snel. En ik moet zeggen, op dit moment is het aardig weggetrokken. Dus ik hoop ook dat het zo blijft. Aangezien ik straks ook nog met DJ naar die proefles kickboksen moet. Dus dan hoop ik niet dat ik dan die last van mijn maag krijg en naar de wc moet. Liever niet daar. Maar goed, als het straks echt niet gaat, dat ik zoiets heb van... Vraag ik wel of Dilana of Daniel met hem daarheen wil gaan. Het is hier om de hoek, het is niet ver. Dus zou Daniel wel met hem op de scooter kunnen gaan? Ik denk dat hij dat wel wil. Maar goed, zeg ik even aanwachten. Maar op dit moment heeft mij die douche en dat... hoe heet dat? Citrosan? Nee, dit was niet Citrosan. Antigrippen volgens mij. In ieder geval paracetamol met vitamine C. Dus ik ben nu bijna bij school. Dan neem ik de kinderen mee. Ze kunnen nu dus vandaag een keer niet afspreken. Want ja, kickboksen begint al om 4 uur. Dus dat kan Destiny ook niet afspreken. Want die spreekt altijd tot 4 uur af. Maar goed, en dan zullen we straks wel zien wat DJ ervan vindt. Ik ben benieuwd. En Destiny morgenochtend om 10 uur dus turnen. Maar dat is hier letterlijk in de gymzaal van school. In een grote gymzaal. En blijkbaar doen al meerdere kinderen van haar klas dat, meerdere meisjes, dus dat is wel leuk. Zij heeft het van Jaylin, van haar vriendinnetje van de straat, die hebben jullie wel eens in de vlog gezien. Zij doet dat schijnbaar ook. En Desi wil dat ook proberen. Ze heeft ook van Jaylin 2 balletpakjes gekregen, want ze had dus heel veel en ze had dus ook al wat haar niet meer paste. Dus mocht zij 2 balletpakjes meenemen. En dat gaan we morgen zien, maar goed, ik... Ik sta nu gauw uit, want kijk, ik sta al bij school. Windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. Caring about what you can't afford.
wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright? I'll do anything that I feel like I wanna do. Ondertussen is het alweer 7 uur in de avond. Wat doe jij? Avond? Ja, het is al avond. Kijk eens buiten, wat dat donker. Tess is lekker gedoucht. Die is net ook gedoucht. Mag ik nog chips boven? Nee, je mag zo nog chips en was boven. Nou, DJ heeft dus, zoals jullie net een paar kleine beeldjes hebben gezien, kickboxen les gehad. Heb je dat gefilmd? Met mijn telefoon heb ik een paar kleine stukjes gefilmd. Ja, laat ik jou zo zien. Nee. Hij gaat volgende week nog één keer een proefles nemen, want hij wist het nog niet. Hij vond het wel leuk, maar ja, hij twijfelde nog, dus heeft niet meer gezegd van kom volgende week maar nog een keer proefles. Fijn. En jij gaat morgen turnen. Ja. Maar goed, ik vond het wel wat voor DJ. Ik vond het kickboksen wel wat voor DJ. Ik kan die lekker even zijn energie kwijt. En, maar goed, we gaan volgende week nog een keer. En dan kijken we wat hij beslist. En morgenochtend dus met Destiny naar turnen. Hè? En ja, dan gaat Destiny zo nog lekker boven film kijken met DJ. Met chips en worst. Ja, het is vrijdag, hè? Mag je iets langer opblijven? Wat heb je daar? Van wie hebben die gekregen? Delly. Een Rubik's Cube. Dat is heel moeilijk, hè? Ja. Kennen jullie dat? Ja, ik denk de meeste mensen wel. Sommige mensen kennen dat niet. Ja, sommige niet. Dan moet je mag ik niet meer naar school nemen, hè? Van mij mag je niet meer naar school nemen. Voor buiten kan je ook in de klas allemaal speeltjes ophalen. Dan kan ik deze melaatje doen. Ja, dat mag. Dan moet je aan alle kanten moet in je kleur worden, hè? Dat is heel moeilijk. Dan mag een klasgenootje misschien ook wel op de jaar. Oh ja hoor, dat mag. Proberen. Ja. Anders haalt hij het in één keer. Ja, misschien kan iemand wel tsk klaar. Ja. Sommigen kunnen dat. Ja. Ik kan dat niet. Ik heb dat nog nooit, is mij nog nooit gelukt. Misschien lukt jou wel. Elke keer even proberen. Ja. 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 Nou. Het is gewoon lekker naar boven, hè? Lekker goed kijken. Maar dan hierheen, alle drie de kanten. Ja. En hierheen. Ja, ik kan alle kanten draaien. Ja, kijk. Ja. En deze kant. Ja. Hallo. Hi. Oh, de pakketjes. Yes, this is mine. Oh, daar slaapt. Hebben jullie meer? Ja. Yes. Yes, helemaal lekker. Yes. Kipgril was van mezelf. La, la, la. Nou, ik heb voor jullie... Ik doe dit hele goed af en toe. Tada, tada. Nee, je hebt een hemd aan. Ja. Oh, jullie hebben allemaal trouwens wel wat aan. Ja. Oh. Kijk, voor mij is dat die wat je laatst in een kleine zakje had. Die paarse toch? Ja. Ja, hè? Zwarte. Zo'n zwarte. Zo'n chili paprika, weet ik veel. Ja, hè? Allebei? Ja. The next day. Nou, de eerste proefles zit erop. Nou, Desi vond het heel leuk. Ze wil volgende week graag terugkomen. Nou, ze mag ook 3 proeflessen. Maar goed, ik denk dat zij dit wel gaat doen. Ze vindt het hartstikke leuk. Ik heb Desi gauw thuis afgezet. En ben nu even naar de winkel gegaan om even broodjes te halen. Zodat we nog even lekker kunnen ontbijten. Nou, ontbijten, het is al bijna... Ja, het is 11:30. Is het dan ontbijt of lunch? Maar goed, maakt niet uit. Ik ga even gauw een paar broodjes halen, een beetje beleg halen. En dan kunnen we zo lekker even met z'n allen ontbijten. Ondertussen is het al bijna weer etenstijd. Ik loop even hier met Liesel. Ik ga gelijk even de kinderen zoeken.
kijken of ze nog droog zijn. Want er kwam net een plensbui naar beneden en ze zijn niet binnengekomen. Dus ik hoop dat ze af hier bij hun vriendinnetje binnen waren. Ja, en anders zijn ze toch erg nat. Volgens mij is het een beetje donker. Of lijkt het zo? Nou, zeg ik, het heeft net dus ook weer geregend. Dus ik ga ze even zoeken. Dan kunnen ze ook gelijk mee naar binnen. En dan kan ik zo het eten koken. Ik zag boerenkool in de winkel liggen. Dus we gaan lekker stampot boerenkool eten. Lekker met rookworst. En nu loop ik hier, daar zijn de voetbalvelden. Ze zijn ook aan het voetballen, daar zie ik. Dus even kijken of ze daar zijn. Of op de speeltuin. Ik weet het niet. Oh, hier zijn heel veel. Nee, ik denk niet dat ze hier zijn. Zo, ik heb ze gevonden. Ze fietsen al daarachter. En ze waren gelukkig net met die stortbui, dus daar binnen. Waar ik al had gehoopt dat ze binnen waren.